Bij het sectorinstituut Transport en Logistiek gaat Willem de Vries in op het zij-instroomtraject voor nieuwe chauffeurs. We hebben een aantal trajecten voor en één daarvan is dat wij mensen zoeken die dolgraag vrachtwagenchauffeur willen worden, dat een mooi beroep vinden en er ook gekwalificeerd voor zijn. Meld je aan bij ons, want wij hebben toch een heleboel vacatures open waar we je op kwijt kunnen. We hebben zo voor de werkgevers een oproep om vacatures bij ons te plaatsen voor onze toekomstige chauffeurs. En verder geldt voor werkgevers dat wanneer ze binnen hun netwerk mensen kennen voor wie het vak van chauffeur een nieuwe uitdaging betekent, ze deze kunnen aanmelden voor dit traject. Daarbij geldt wel dat die kandidaten nu nog niet bij dat bedrijf in dienst mogen zijn. Verder roept Willem de Vries iedereen op om nu snel te handelen. Ja, wij willen graag dat werkgevers en werknemers of toekomstige chauffeurs dat snel oppakken. De subsidie loopt voor 2016 en 2017. Maar wil je in 2017 klaar zijn met je opleiding, dan moet je toch eigenlijk wel dit jaar je al melden. En dan zorgen we dat je zo snel mogelijk in die opleiding komt. Dan heb je even de tijd om je papieren te behalen, je diploma's te behalen. En dan kan je volgend jaar aan de slag. Er is heel veel werk voor chauffeurs en er is een tekort aan chauffeurs. Dus de komende tijd en de komende jaren verwachten we dat iedereen ruim aan de slag blijft. Er gaat een grote uitstroom plaatsvinden, want iedereen moet langer doorwerken. En ja, die mensen gaan dan zo langzamerhand, moeten die toch een keertje echt met pensioen. Kijk voor meer informatie over banen in het transport ook op onze website.